Welkom dames en heren, u krijgt vandaag een wedstrijd in de Barclays Premier League te zien. Manchester City, Manchester United, de Manchester Derby, die al erg lang bestaat. De eerste, weet je dat, werd in 1881 gespeeld, man. Ja, maar natuurlijk is het wel zo dat, geloof ik, City is een paar jaar uit de Premier League geweest, Evert. Hè? En toen is de derby niet gespeeld. Ja, misschien is bekertje wel. Klopt. En dit is de formatie waarin Manchester United van start gaat. Ze verschijnen aan de aftrap in een offensieve 4-5-1 opstelling. Met deze formatie stapt Manchester City het veld op. Ook zij treden aan in een aanvallende 4-5-1 formatie. In dit gigantische stadion zijn al heel wat gedenkwaardige wedstrijden gespeeld. Ik hoop dat dat vandaag ook het geval zal zijn. Iedereen die tegen Manchester United speelt, weet dat dit een tegenstander is die je nooit moet onderschatten. Denk nog maar eens terug aan die Champions League finale tegen Bayern München. Ja, maar het was natuurlijk wel ongelooflijk dat ze dat nog uit handen gaven. En de aftrap is genomen. Laten we hopen op een prachtwedstrijd met veel doelpunten. Wij zijn er klaar voor. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Silva. Sterling. Valencia. Schweinsteiger. Mogelijk een goede kans hier. Laat maar, hij loopt buitenspel. De Bruyne. Schweinsteiger. Ze vechten om de bal. Dit wordt spannend. De bal komt terug. De bal komt goed voor, maar wordt onderschept. Doeltrap. De Bruyne. Kolarov. Compagnie heeft hem. De Bruyne. Natuurlijk hoopt Manchester United als winnaar uit de bus te komen vandaag. Maar ik ben bang dat ze het zwaar te verduren zullen krijgen. Silva. Touré. Oh! We krijgen een doeltrap en geen corner dus. Javier Hernandez. Oh, ze zijn de bal kwijt. De Bruyne. Silva. Sterling. Nou, hier staat hij wel een beetje bekend om, hoor, om die afstandsschoten. En ze gaan er vaak nog in ook. Maar deze niet. Luke Shaw. Marcos Rojo. Morgan Schneiderlin. Ze mogen ingooien.
Hij werkt de bal weg. Komt hij bij een medespeler terecht? Silva. Aguero. Javier Hernandez. De Bruyne. Manchester City nu ver over de middenlijn. Nu komt het. Laat zich verleiden tot buitenspel. Morgan Schneiderlin. Hij is er bijna. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Sterling. Manchester United herovert het balbezit. Schweinsteiger. Kerk. Het is een doelpunt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Silva. Heel effectief zo'n tackle. Schweinsteiger. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Touré. Touré. Morgan Schneiderlin. Dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. Is weer terug in het spel naar die vrije trap. Gaat op het doel af. Daar loopt iemand in de weg. Het schot wordt geblokt. Oh, wat stom. Wat een waanzinnig schot. Sterling. Silva. Een schot. Zo, die ging maar net naast. Ja, maar dat scheelde niks. Matteo Darmian. Sterling. Touré.
Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Kijk nou. Die bal was hard, maar brengt de keeper niet echt in de problemen. Manchester United krijgt een hoekschop. Daley Blind. Sterling. Geen aanspeelmogelijkheden, dus maar weer een tikkie terug. Luke Shaw. Een schermutseling om de bal. Ja, en nu? Wat een doelpunt. We wachten een moeizame wedstrijd zonder al te veel kansen. Maar ze hebben hun tegenstanders vooralsnog behoorlijk in de tank. Ja, ze hebben een hoop kansen weten te creëren. En daar plukken ze nu de vruchten van. Dat zullen de statistieken zo wel bevestigen, denk ik. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Luke Shaw. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Ja, en nu? Aguero! Bal komt terug. Kolarov. Morgan Schneiderlin. Kerk. Hij brengt de bal terug in de ploeg van die tackle. Prima gedaan. Sterling. Zabaleta. De Bruyne. Compagnie heeft hem. Gaat hij het nu doen? Doelpoging. Hij schiet de bal naast. Matteo Darmian. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren. Ik hoop dat de scheidsrechter dat goed gezien heeft. Want dit was een kans, hoor. Javier Hernandez. Kijk! Ja, dit is hem. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Laten we die goal nog maar eens bekijken. We zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die en lijkt nu al beslist. De Bruyne. We gaan rusten bij 3-0. En eens kijken wat de tweede helft voor ons in petto heeft.
Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. De tweede helft is begonnen. Ze hebben al een stevige voorsprong opgebouwd. En de vraag is dan ook, gaan ze die uitbouwen of juist meer verdedigend spelen? Touré. Terug op de keeper. Wat hebben ze die keeper gevoerd? Goed gedaan. Mooi schot. We wachten op de corner. De keeper haalt de angel uit die corner. Schweinsteiger. Bal nu in handen van de tegenstander. Silva. Touré. Een tackle op de vleugel. Balbezit. Luc Shaw. Jesus Navas. Silva, Zabaleta, het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Vliegende keep noemden wij dit vroeger altijd. Die bal zijn ze kwijt, balbezit voor de tegenpartij dus. Dit wordt spannend. Ze blijven ervoor vechten, dat moet je ze nageven. De goal vanuit een andere hoek. Kerk. Wat gaat hij doen? Van zo'n grote afstand lukt het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel, maar hij schiet ze er anders ook wel eens in, hoor, van die afstand. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Touré. Jesus Navas. De keeper bokst de bal weg. Bal is over de lijn inworpen. Manchester United wil wisselen.
De coach zet er twee verse krachten in. Belt. Verlengt hem met het hoofd. Dat was... Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Oh, ze zijn de bal kwijt. Aguero. Sterling. Een voorzet in de 16. Wie kan het afmaken? Manchester City mag een hoekschop nemen. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. Bal over de achterlijn en een doeltrap. Het laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken, maar de supporters vieren feest alsof de drie punten al binnen zijn, man. Ja, maar dit kan toch niet meer misgaan, Evert. Hun ploeg heeft het uitstekend gedaan vandaag. Dus ze hebben alle recht om zo uitgelaten te zijn. Fellaini. Sterling. Nasri. Bal achter via de lat. Achter de doelman mag een doeltrap nemen. Manchester United wisselt. Op de wreef en... een schot. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. Fellaini. Een uitstekende redding van de keeper. Dat was een hard schot hoor. Bal over de achterlijn dus... hoekschop voor Manchester United. En die bal wordt van de doellijn gehaald door de verdediger. Geweldig gedaan. Ik dacht dat hij er al in zat. Touré. Aguero. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek.
Sterling. Delaimi. Morgan Schneiderlin. Wat een waanzinnig schot. Ja, en nu? Hij zit erin. Manchester United scoort. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanvaller. Die stond op de juiste plek en maakt alsnog de goal. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Een wissel bij Manchester United. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Nasri. Kopt hem handig door. De bal gaat uit. Inworp. Morgan Schneiderlin. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Touré. Luke Shaw. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Touré. Nasri. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Daley Blind. En Manchester United kan het de tegenstander lastig gaan maken met deze vrije trap. Vrije trap is snel genomen. Loopt zo de buitenspelval in. Delaimi. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Boni. Hij is er bijna. Stop de bal, maar het gevaar blijft. De partij zit erop. Een overtuigende overwinning hoor. En verdiend als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig.
Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.